kan dat meegenomen worden in de volgende vakgat update. Echter is ook opgevallen dat... Ja, ja. Er staan 3 kisten op het grasveld. Nee! Och, jezus. Ja hoor. Ik weet dat niet. Er zit geen zwarte brief bij. Nee! Maar die zat aan die kist. Wat? Ik loop zo de wc uit en ploep. Wacht maar. Oké. 3 kisten, 3 Utopianen. Andrea. Dat kan nog. Blauw, grijs en zwart. Bitch better, hè? 3 kisten, wat voor kisten? What the fuck? Ik wist dat er wat. Ik zei het toch? En hoe heet ze zijn van niet? Nee, ik heb net gekeken. Wat heb je in je hand? Ja, die zat op die kist. Is het grijze? Ja. Zwarte. En nou mensen, je mag voorlezen. Ja, dat gaat helemaal nergens. Dan zullen we zeeën, ploep. Oh, ik moet ook even... Geen grond vandaag. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Ik zou de eerste niet pakken, want die ruikt een beetje. Tof. Wat Jordi, niet kijken. Jordi. Niet doen. Ja? Vet, me, vet man. Niet? Ik denk, weet je wat ik denk weer? Weet je wat ik weer denk? Mooi. Milan? God, iemand kisten openen. Ja, natuurlijk. Hey, maar misschien is dit wel de 15e inwoner. Op kleur van basis kies je 15e inwoner. Wow. Ja, zo van, je kan kiezen voor Timothy, voor Mike en voor Sanne. Het kan ook zijn dat iemand die net zoals de groen... Wie gaat er eentje openmaken? Er komt een inwoner. Nee, of niet? Jawel. Ik heb in ieder geval zakmessie als je Er komt een inwoner. Hey, kisten zijn voor inwoners. Oude inwoner. En we gaan kiezen. Ah, dit ben je niet. Sorry, moest er even uit. Sorry, alsjeblieft. Het moest er even uit. Deze kisten hebben toch altijd een beetje spelingen, Rob? Er gaat een nieuwe oude inwoner. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Dan gaat hij slapen, ook bij mij. Ik denk eerlijk gezegd dat dit een oude inwoner is. Straks komt er een oud inwoner. Hiske! Kom maar. Nee, kom nu! Jij ook, maar ik hou het ook vol. Kom. Pas. Ja, oude inwoner. Misschien zitten er wel 3 honden in en we mogen er eentje. Ah, oh, dat is wel. Dat zijn ze toch nee, 3 honden? Ik wou het zeggen. Straks doe je eentje open, door je mus. Nee, jawel. Oh, dat is wel. Dat mensen niet zo. Hé, maar. Ja, misschien kunnen we aan de achterkant openen. André. Kijk, en een plop, een honden. 2, 4, 6. Ja, en ik zag je op. Ik liep er zo uit, een plop. 3 kistjes. Maar weet je wat je doet? Nou, ik dacht van hè? Toen dacht ik in eerste instantie, zit er al een zwarte brief in het ding? Nee, je zat hier aan vast. Nee, ik krijg een ontsteking. Kijk wat hier zit, een bult. Ja, zoals wit. Oh, weet je wat het is, Jessie? Dat is zo'n gerstenkorrel. Nee, dat is gewoon niet met jeuk. Je kan naar het midden wrijven. Ja, dat weet ik. Waar moeten mensen nu per se gaan plassen? Het zit op je oog. Ja, nou goed. Toch wel, ik had niet voor zelf echt zo gebeurd. Weet je wat ik toen heb gedaan? No, what the fuck doe jij, Jess? Doe je oog zo binnen? Nee, hersenknop, jongens. Het is denk ik een strontje. Nee, het is zo'n ding. Oh, ik heb hier zoveel zin in. En we dachten dat iets ging gebeuren. Oh my god. Ja, er komt geen nieuwe, denk ik hoor. Ja, er komt geen nieuwe. Nee, dit is oud inwoner hoor. Dit is een oude inwoner van 2. Er zijn wel behoorlijk nieuwe kisten voor oud inwoner. Ja, nou die zijn mooi opgepimpt. Jammer dat de touw alleen niet mee is genomen in de kleur. Hiske. Detail. Als Hiske. Ik wist dat het vandaag ging gebeuren. Kijk maar, eindelijk. Ik tril helemaal. Ze zijn niet op slot. Jawel, ja, Dylan staat ook klaar. Hiske, kom, Katty! Oh, vrouw Laars, kom! Die jongen. Ja. Cowgirl! Wat die zwarte jongen. Jij ook. Ben jij niet op het even staan, Maris? Ja, maar niet zo lekker. Als jij maar zo. Nou. Nou, we hebben een envelop. Ja. Op de middelste kist. Ik heb nog even gecheckt, zit niks in de brievenbus, geen zwarte brief of zo, dus dit is het enige wat we hebben. Oh, God. Nou, maak maar open. Beste Imbo. Nee, dan is het zwart, denk ik. Komt gaan ouwe. Heb ik nog nooit gedaan. No. Lees hardop. Zo lang brief. Jongens. Ja, dat zou het zijn. Beste inwoners, voor jullie staan 3 kisten in de kleuren van Utopia. Blauw, grijs en zwart. Jullie hebben precies 30 minuten om met de meerderheid van de stemmen te bepalen welke kist wordt opengemaakt. Neem plaats achter de kist die geopend wilt hebben. Oh nee. Bedenk goed waarom je een bepaalde kist gaat openen. Ja. Succes. Blauw. De kisten die niet worden gekozen, moeten gesloten blijven. Meerderheid van de stemmen, dus gelijke stand, is niet toegestaan. Dus, oh my god. Goed, welke dus, één keer, wil je nog één keer lezen, Ger? Heel veel succes, ik ga voor de luister jij even goed? Als je hem open maakt. Beste inwoners, yes. Voor jullie staan 3 kisten in de kleuren van Utopia. Blauw, grijs en zwart. What the fuck ben je jullie hebben precies 30 minuten om met de meerderheid van de stemmen te bepalen welke kist wordt opengemaakt. Van de koek. Neem plaats achter de kist die geopend wilt hebben.
die je geopend wilt hebben. Dus we moeten achter de kist gaan staan. Als mensen het er niet mee eens zijn, kunnen ze ook achter een andere kist gaan staan. Jens kiest voor de meerderheid. Maar uiteindelijk de meerderheid... Dan gaat die open. Die gaat open. Zal ik jullie wat vertellen, Lau? Luister maar, zwart. Lau. Weet je, mijn. Ik zeg zwart. Ja, cool. Ik zeg zwart. Ik weet niet weet waarom. Je wat het is. Ik heb de meerderheid van Summertopade. De kist wordt opengemaakt in plaats 8. Maar ik denk blauw is de hoofdkleur van Utopia. Ja, oké. Okay, maar mensen wat denken zwart is een rotkleur. Ik heb geen idee wat er gezegd wordt, want ik weer veel gewoon. Ik denk blauw. Het is gewoon gokken. Ja, het is gewoon gokken. Oké, mag ik het blauw is de hoofdkleur. Waar je gewoon goed bij voelt. Luister, zwart is niet verkeerd te zijn. Nee, toch? Nee. Hij ruikt alleen naar verf. Wat? Ik ga, tijd! Ik ga voor die. Poes! Ja, het was 1 minuut over half 2. Lex, je hebt hooggevoelig. Poes, wil jij... Ja, hooggevoeligheid. Ik luister, ik denk... Ik heb gezegd zwart. Ik denk eerlijk gezegd dat we zwart moeten uitkiezen. Echt. Er zit niks in. Niet, wat doe je? Huh? Eerlijk gezegd dat we zwart moeten uitkiezen. Echt, ik zweer het. Zit nee. Zin. Niet, wat doe je? Huh? Waarom denk ik... Nee, luister. Wat? Nee, weet je waarom ik... Luister, weet je waarom ik denk... Wat? Het staat niet bij ja, de kop. Ja, ook. Dus laten we allemaal even een kop. De vorige keer... Nee, zelf dan. Zit gewoon een brief in. Hij is beschikbaar. En je sloeg erop en je was je stemmen kwijt. Maar dit is Utopia, het heeft geen logica. Mensen baseren ook, we gaan gelijk ook op een bepaalde kleur aan. Snap je een beetje wat ik bedoel? Er zit waarschijnlijk een briefje in. Ik ga voor zwart. Alle drie. Ja, er zit niks in. Maar alleen brief. Mij boeit het niet. Meer of zwart? Ik kies ook zwart. Zwart. Jens kiest de meerderheid, dus het is ook zwart. Het is zwart. Ik ga voor loyaliteit blauw. We hebben een half uur. Ja, maar wat zouden die kleuren? Ja, maar het gaat om een kleur, jongen. Niet heel lang moet ik over nadenken. Maar slaan wel. Ik heb makkelij over een kleur. Maar lieve schat. Boeien. Je moet gewoon een keuze maken. Oh, wat betekent? Bedenk goed waarom je een bepaalde kist gaat openen. Omdat, zit er niet een soort in het logo van Utopia? Is er niet iets? Ja, die poppetjes. Zit er een volgorde in kleur? De letters zijn zwart. De poppetjes zijn ook zwart. De leiding is zilver en de achtergrond is blauw. Maar wat voor kleur zijn de poppetjes? Zwart. Zilver, ja, zeker. Is dat niet het oude logo? Hebben we een nieuw logo? Utopia 1 had een ander logo dan Utopia 2. Je hebt die boog en je hebt die poppetjes. Mijn gevoel ook meer! Meer! Wie? Je, meer! Hard? Meer! De boog is zilver, de poppetjes zijn zilver, de letters hebben een zilver omleiding, een zwarte binnenkant en de achterkant. Ja, maar weet je, ik ben nu wel zo nuchter dat ik denk van er staan 3 kisten en het is echt puur gokken dit, hè? Ja, je hebt geen idee wat je aan doet. Ik zou het gelijk. In de kleuren van Utopia. Nee, die trekken en daar gaan we maar die kleur, die doet me helemaal niks. Nee, mijn hoofdkleur van Utopia. Dat de hoofdkleur van een goed gevoel hebben welke kist we lopen. Ja, ik zwart. We zijn gewoon in het casino, waar is Iqbal? Ja. Als je zwart. Jongens, zwart. Ga je zwart, Milan? Zwart. Meer. We hebben een half uurtje. Zwart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kijken. Zwart. Jullie staan 3 kisten en de kleuren van Utopia. Blauw, grijs en zwart. Jullie hebben precies 30 minuten om met... Oh, er staat een fout in de brief! 2 zo. Wat kleur zijn die poppetjes? Jullie hebben precies 30 minuten om zilver. Met de meerderheid van de stemmen te bepalen welke voor de samenleving. Neem plaats achter de kisten die je geopend wilt hebben. Bedenk goed... Zijn zwart met een grijze rand. Hé, maar jongens, bedenk goed waarom je een bepaalde kist gaat openen. Ja, gewoon, het is gewoon mijn gevoel. Ik weet het niet. Ja? Ja. Ik denk echt... En blauw is van binnen? Blauw is de achtergrond, in streken. Zwart met, luister, zwart met een zilveren rand eromheen. Net als de letters, die zijn ook zilver en de boog is zilver. Alleen de achtergrond is blauw. Ja. Daarom lag gewoon zwart. Die weg moeten. Ik denk dat blauw kristal is. Zwart is Tim. Photoshop. En wat is zwart? Mensen. Ja, blauw is kristal. En wat is grijs dan? Ik kies zwart. Kleurenpsychologie.
Hey, liefje. Nee, ik zou voor deze gaan. Voor deze? Op deze zitten beide kleuren ver van die andere twee. Dat is per ongeluk gegaan. Maar waar baseer jij? Jij zit ook klaar. Oké, maar zijn de poppetjes. Vanaf het begin. De waarom staan jullie in het logo? Maar waarom staan jullie hier? Maar daar gaat niet om. Jessie, luister schat, wat ik zei. Dus alles wat we nu bepalen is toch gewoon gebaseerd op volledige willekeur. Ja, maar mensen willen. We zijn nu 6 minuten verder. Ja. Maar mensen zijn bang om zwart te nemen. 2 uur. 2 uur bedoel ik? Ja, ga ik snel een sigaretje. Ja, kom, ga. Waar ga je? Ik ga voor zwart. Logo. Geloof me, het is zwart. Ook, ja. De poppetjes. Ja. Ik zeg zwart. Ja. Hou je deze kist vast. Pak je verf mee van die blauwe. Er zit ook blauw op. Ja. Het is mooi klungelig dan. Maar ze zijn echt even zwaar. En als je... Mogen we ze optillen? En als je schudt, wat voel je dan? Schud is? Ik denk even ook nog. Ik hoor wel iets. Een brief. Ja, is een brief, ja. Ah, er zit daar ook een brief. Overal zullen brieven zitten. Ja. Misschien zit er wel gewoon geld in. Maar waar is Jens dan? Jens die kiest de meerderheid. Oh. Ik snap dat ook niet, jongen. Echt? Nee? Ik ga voor blauw. Gewoon een keuze maken, lekker boeien welke het is. Zwart. In de minimum te doen? Nee. Het staat toch niet voor niks? Denk er goed over na. Wij wilden heel graag dan. En Dylan roept het al fucking wel. Ja, want Dylan zijn mond er niet over open trek. Je doet gewoon lekker functioneren. Weet je, mij boeit het niet echt welke kist het is. Ja, ik voel zwart. Als ik zou kiezen, zou ik de middelste kiezen. Ja, maar om ik allemaal zit de zwarte tie-rip. En waarom? Ja, ik kan ho! Je we hebben hier bijna allemaal zwarte longen. Ja. Oh. En als het licht eruit is, is het ook zwart. Oh. Nicotine. Camera's zijn zwart. Maar we hebben een half uur en de hele groep is alweer uit elkaar gevlogen. Ja, we zijn al 6 minuten verstreken. Ja, topper. Nee, dat is hier niet echt van toepassing, denk ik. Heb je al gevlogd? Poes, welke keer? Heb je al gevlogd? Nou ja, ik zou altijd voor de middelste gaan. Ja. En lekker in het midden. Ja, Zwitserland. Geen grijs! Ja, ik heb, ook, ik heb het ook zwart. Maken dan? Ja, nou, ik zeik in mijn broek, jongen. Oh, nee. Die kist zit geld. Zwart. In die kist zit, denk ik... Een verrassing. Een hond. Oké. Okay. Ja, wat Tony! Mijn huis. Zwart. Nou. Ja. Wel, nee. Dat is juist de insteek. Okay. Nee. Nee. Maar wacht toch, maar dat is wat ik denk. Tony zit daarin. Zwart, ik denk dat de kleur zwart. Ja. Nee. Geassocieerd met autoriteit, kracht, stabiliteit, sterkte. Ja. Sterkte zwart. Vind ik ook wel mooi hoor. Ja. Dat is wel mooi. Oké, okay, ik ben can often overwhelm zwart. People. Waarom zitten jullie bij zwart? If it's used too frequently. En wat is blauw? Ja, maar ook Milena, blauw. Zelfde ja? Als jij niet. Precies. Ik kwam aanlopen en ik zag die zwarte kist. Ik dacht, oh, zwart is voor water. Ja, ik zei gelijk tegen jou, die zwarte is voor Oh, ik zat het stom. Er zijn twee mensen op die heel graag naar huis willen. Ja, nou, dan is het nog beter toch als er een exitbrief in zit. Oh ja. Prima toch? Ja. Als het niet zo is, is het niet zo. Als wel zo is, is wel zo. Ja, of, ja. Weet je, je kan maar gissen, maar je moet gewoon... Ja, je hebt gewoon geen fucking idee, hè? Nee, tuurlijk niet. Wij hebben weer... Ik vind ons ook zo bijzonder met z'n allen. Er staan 3 kisten. Het enige wat in de brief staat is, kies er 1. En we hebben allemaal complottheorieën. Hier ga je naar huis, daar krijg je geld. Ja, maar zo moet je echt bedenken. Dat was ik. Ja, maar iedereen... Nero, zwart, zwarte box. Zeg ik we hebben kleurenpsycholoog. Jongens, zeg het maar. Wat staat er in die kleurenpsycholoog? Nee, hoor. Okay. Nee. Zwart, jongens. Het groeit me. Ik ga niet voor blauw. Maar al helemaal niet voor grijs. En wat is zwart? Reliability. Reliability. Kijk, zwart is toch potie? Ja, power, stability. Nog ongeveer 20 minuten. En dan hebben we gray. Symbol of ik ga zwart. Ik ga plassen, maar ik ga hier. Zwart. Hey, jongens. Too much gray often leads to feelings of nothingness. Oké, dus dan gaan we grijs. Grijs gaan we niet doen. Zwart is net ook voor. En wat is we nog? En wat was zwart? Zwart is... authority, power, stability and strength. Associate with peace, order and reliability. Oké, okay, ja, ik ga voor... Jiske nog wel voor blauw kiezen. Ik ga ook voor blauw. Ja, hè? Ja. Dat dacht ik al. Ik ga voor blauw. Oké. Okay. Lang leef terug. Maar mag wel ik hoor dat zo en ik denk, oh, dat is Jiske. Dit is een keuze wat je nu eigenlijk... Het is gewoon basic... Nee, dank je. Het is basically gewoon van, kies gewoon wat je wilt. Kies je kleur en dan is het klaar. En ja, we hebben een half uur de tijd. Maar ga je in je blauwe bubbel zitten? Maar dit kan je ook gewoon in 5 minuten gewoon gedaan hebben. Natuurlijk. Ja, maar jullie gaan ook dus zwart. Waarschijnlijk gaat het dus zwart worden, jongens. Jiske, moet je plassen? Nee. Oh. Ik ga leuk. Ik denk wel waarschijnlijk dat het inderdaad zwart wordt. Ik ga hoe kan je dit lezen, Bren? Ja. Ik heb best wel goede ogen. Joe Asia. Wat ga jij kiezen? Iets met calming mind, providing jij ook, Mila? Of een space. En Dylan gaat ook voor young zwart? People. Tuurlijk gaat Dylan voor zwart. Nee. Space. Oeh. Nee, geen vrijheid. We hebben gisteren nog gesprek gehad, hè? Wie ga je geweldig, is. Wacht. Geweldig. Ik ben voor blauw.
Ja, doe maar. De test met de drie. Zwart, als er iemand naar huis moet, dan stopt Katie! Ja, het zijn de poppetjes van het logo. Ik wil graag naar huis, daarom kiezen ze voor zwart. Ik kan hier overal een wortel neerleggen, welke wortel Katie als eerste pakt. Ja, dat vind ik interessant. Ja, ze gaat waarschijnlijk gewoon eerst het gras eten. Nee, ze gaat eerst naar de ene ding, naar het andere, naar de andere. Ja. Katie is niet een hele goeie. Ja, dat is ook een goeie. Oké, wacht. Stel je voor, je staat in het midden, hè? Waarom zit grijs in het midden? Waarom zit zwart niet in het midden? Jodie, voor wie ga jij? Blauw. Blauw. Ja, mijn zwart. Van drie keer zwart. Lees gaat voor zwart. Nee. Blauw is donkerder. Wat ga jij voor, Fren? Ik denk zwart. Zwart, oké. Okay. Merel gaat voor zwart. Jesse gaat voor meerderheid in zwart. Wij zijn de echte. Wat is de meerderheid nu? Nou, Jesse gaat ook voor blauw. Volgens mij wel. Maar weet je, daar staat over blauw staat ook space. Lekker toch? Lekker toch? Nee, lekker een beetje niet. Space. Nee, zwart. Staat voor sterkte. Weet ik veel wat allemaal. Space vind ik eng klinken. Dat klinkt als vrijheid, als in dat je naar buiten gaat. Vind ik eng klinken. Blauw. Ik ga voor zwart. Denk ik. Even kijken hoe het met mijn was gaat. Yep. Ik ook. Maar iedereen zit nu te roken, maar ik denk gewoon... Black one is mine, bro. Ja, weet je... Ik weet niet, mijn hoofd neigt echt naar die kant, maar... Nou ja, weet je wat ze is? Ik heb zelf, zou je voor zijn, in die kist zitten. Ik zei het je, en geloof me. Ik ga voor blauw. Ga maar blauw. Zwart. Wat wel leuk is, want er zijn mensen die zwart of blauw kiezen, maar grijs worden. Nee, nee. In eerste instantie zijn Freddy. Mijn voorkeur gaat bij blauw, maar degene die waar de meerderheid staat, ga ik staan. Want ze gaan niet acht mensen in één keer naar huis sturen. Als ze zwart gaan, open ik hem. Hè? Omdat ze niet acht mensen naar huis gaan sturen. Oh, zo. De mensen die niet bij de zwarte kist staan, die... Dat. En ik ben heel erg huiverig op mijn plek dat ik hier gewoon zo lang mogelijk wil zitten. En iedere dag iets moois wil zetten. Dus als ik dan dat kan voorkomen dat ik bijvoorbeeld op een bank kom... Ja, of wat straks dan... is het... Ja... Zou je wat ik bedoel? Want stel je voor, er staat in de kist staat de meerderheid die is vrijgesteld van de eerstvolgende eliminatieronde. Ja, dat denk ik niet. Nee, maar stel je voor. Ja. Dan heb je nog niks aan het aantal mensen over. Maar ik denk dat het of weer met de stemmingen te maken heeft. Of het is dat we moeten kiezen dat er iemand naar huis gaat. Of het is een geldbedrag. Of het is een... Dus? Het is morgen oktober. Ja. Jee. Kom eens hier. Het is morgen. Herfst weer begonnen. Ja, het is wel dinsdag. Het is morgen wel dinsdag. Ja, daarom. Oh. That was almost your head. Ja. Jordi, what the fuck? Dat doen ze ook bij die bonsaiboompjes. Ja, klopt. Hier. Cut for Bieber. Dylan. Wat? Oh. Je kan toch gewoon aan Justin Bieber denken als je een blaadje doorknipt? Dat was zo raar, Trent. Auw! Dude! Yes. Boom! Nee, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Wist je dat ik iets dacht dat het ging gebeuren? Ja, ja kijk. Het golfkarretje. Zit hier een beetje lekker deel? Ja, op zich. Mensen worden helemaal lijp van een paar kisten. Ja, joh. Je hoort het. Ja. Wel op een leuke manier. Maar ben ik hier echt een nuchter voor deze dingen. Ja, ik ook. Ik wil gewoon het ding openmaken. Ja, ik ook. Je kan hem openmaken. Do it. Nee, dan moet je eerst met de groep beslissen. Kot. Nee, de meerderheid van de groep moet achter de kist staan. Ja, maar je kan ook de andere kisten ook openmaken. Ja. Dat staat in de brief dat het niet mag. Nee, en als je het wel doet, wat dan? Mag je naar huis. Dan...
Het is niet dat omdat toch de meerderheid of een zwart gaat dat je... Oh, ik dacht dat je dan bij, moet aansluiten bij de meerderheid. Nee, oh. Je gaat gewoon, je maakt je eigen keuze. En als we een definitieve keuze hebben gemaakt, dan wordt er geteld. Dus als jouw eerste gevoel zegt grijs en je kiest voor grijs en je staat alleen, dan moet je het gewoon doen. Oké. Maar yes. Dus ja, ik weet zeker dat zwart uiteindelijk de meeste gaat krijgen. Maar ik kies voor blauw, dus ik ga toch bij blauw staan. Ik had gelijk gevoel bij zwart. Ja. Maar mag ik... Omdat je tatoeëert met zwarte inkt. Wat? Maar mag ik er nog even wat zeggen? Ja. Als je nu kunt eerder bij zwart staan, wie er voor blauw kiezen, dan ben ik de enige. Nee, maar het hoeft niet. We kunnen het nu doen. Is dat wijs? Ik ook. Oh. Ja. Ik heb de brief gelezen, dus zij maken hem rood voor. Als je zwart is, mag ik hem ook. Yes. Ja? Oh, als je zwart is, maak ik een willen hem ook. Ja. Ik weet niet, ik maak gewoon de keuze waar ik me het beste bij voel. En niet omdat ik denk dat zwart de meeste stemmen krijgt, dat ik dan ook maar bij zwart ga staan. Dan maar de minderheid. Maar ik maak wel mijn eigen keuze. Oké, ik bespreek het wel met Tess. Kom. Ik heb even een dingetje. Als je dus nu kijkt naar de verdeling van kisten. Ja. Moet je eens even kijken wie er voor blauw gaan en wie er voor zwart gaan. Ja. In principe ga ik voor zwart. Ja. Als enige. Ja. Van mijn groepje. Ja. Is dat handig? Ja, dat maakt niet uit. Nee? Nee. Want je wordt niet weggestemd of wat dan ook. Ik weet niet wat... Want als dat groepje wat voor zwart gaat plus ik zou moeten stemmen, dan kan ik mijn spullen pakken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Oké. Ik hecht namelijk nogal veel waarde aan mijn eigen mening, maar ook... Ja, maar dat denk ik niet. Ik ben echt de enige nu. Nee, maar dat is... Ja, ja, oh nee. Snap je dat? Ja. Je weet niet wat het gaat. Ja. Maar het gaat om de meerderheid. Dus als je gewoon gaat kijken, je kan ook voor CVC spelen. De meerderheid gaat toch voor zwart. Dus als je bij blauw gaat staan, dan maakt het nog geen donder uit. Nou, ik hecht gewoon veel waarde aan mijn eigen mening, maar ik weet niet wat voor consequenties er zijn. Nee, ik zou gewoon lekker doen. Oké. Okay. Nou, hoop van zegen er maar. Ja. Oei, meer. Je scheidt onze wegen, yes. Oké, zwart meerderheid. Laten we eerst nog even gaan staan. Jullie staan. Oké, achter, kom. Zo, gaan we ook echt in de rij op Maris. Ik vind het lekker. 3, 4, 6, 8 mensen. Grijs heeft 0 mensen. En blauw heeft 2, 4, 6 mensen. De meerderheid van de kisten... Zijn zwart. Die gaat open. Dat is kist nummer zwart, nummer kleur zwart. Het is nummer zwart, nummer zwart gaat open. Dus die gaat open, jongens, yes. Laten we naar de plek komen. Oh god. Ja. Even in het midden zetten. Ja. Ja. Goeie. Oh, wacht even. Hey, als ik mijn snelle mes kwijt raak. Nog niet openmaken hoor. Even wachten. Wacht even. Heel spannend, joh. Wil nog niet openmaken. Dit moet even gevlogd worden. Wil je me vloggen? Ik heb geen statief. Ik ben beter gestaan. Kun je hem niet beter die kant op? Oké, Jessie. We hebben gekozen. Ik heb zelf gekozen voor de kleur zwart. 8 mensen hebben voor de zwarte kist gekozen. 6 voor de blauwe. Dus we gaan nu de zwarte kist openmaken. Ik vind het echt spannend. En mijn gevoel zei het gewoon. Ik heb echt geen... Mijn gevoel zei het ook. Precies hetzelfde. Geen Dylan. Dylan gaat hem nu... Hij gaat nu geopend. Oké, mensen, gaat hij. Oké. Ja, of niet? Toch wie er binnenkomt. Ik hoor een hek in. Daar zitten Sven, Bart en Flip. Klem, jongens. Drie! Nee, niet de vorige staan, jongen. Oh. Een envelop. Nog een envelop. Oh. Dips op de kist. Maak nu de blauwe open. Ja. En dan de grijze. Even kijken. Beste inwoners, gefeliciteerd. Jullie hebben gekozen voor de zwarte kist. In de blauwe kist zit een vrijstelling voor de nominatieronde. In deze zwarte kist zit een eenmalig familiebezoek. Eén van jullie mag nog 1 keer 5 leden van zijn of haar achterban uitnodigen. Ja, Jordi. Ja, Jordi. Ja. Ja. Jordi is blauw. Jordi. Beslissen wie nog 1 keer zijn of haar familie mag. Ja, Jordi. Jordi. Bij ons, hè? Schrijf hieronder op welke namen, op welke mensen je wilt uitnodigen voor deze eenmalige bezoek. Ik denk Jordi. Je ziet dan binnenkort in Utopia, laat je verrassen. Oh my god. Maar is het niet zo dat alleen iedereen die bij de zwarte kist... Nee, tuurlijk. Nee. Dat staat er toch niet in. Nee, algemeen. Ja. We hebben meerderheid. Zie je, Jordi, ik zwart zei. Ze zeggen wel wat blauw is, maar niet wat ja, inderdaad. Dat viel mij ook. Grijs is niks. Grijsstelling gewoon. Grijs zal...
wel heel snel gemaakt, wel en alles. En ik bedoel, het is wel ver, weet je, er zijn natuurlijk nog andere mensen ook die je familie bezoeken. Misschien een pitch. Ja, even. Dat vind ik ook al, jongens. Ja. Laten we even. Hiske heeft in maart de familie voor het laatst gezien. Anders moet iedereen gewoon. Jordi's familie heeft überhaupt nog nooit kunnen zien waar hij woont. Dat is toch raar? Joh, Milène, laat mensen eens even zelf nadenken, man. Nee, ik mag toch ook mijn gedachten spreken? Ja, maar het is alleen maar wat jij denkt elke keer. Hou nou gewoon eens een keer 5 seconden je mond, man. Misschien moet jij eens een keer je mond houden. Ja, als jij het doet, hou ik ook mijn mond. Nou, dat denk ik niet. Het wordt heel stil. Of zeg een keer wat nuttigs, dan heeft het ook tenminste zin wat je zegt. Wat een gezelligheid, ja. Fucking drama hier. Ik vind, je hebt gelijk. Daar heb ik niet over nagedacht. Wacht eens even. Oké, wie zou er eventueel over een uurtje aan de groep willen laten weten waarom? Ik wil best wel een pleidooi houden waarom mijn familie naar binnen moet komen. Ja, ik vind inderdaad, wat Neil zegt, is wel waar natuurlijk. We mogen best wel even een weloverwogen keuze maken. Ja, ik begrijp inderdaad, mijn hand ging ook omhoog bij jou. Alleen. Nee, maar weet je, er zijn ook meer. Ik bedoel, zijn er nu met 14 man. Ik bedoel, iedereen wil uiteindelijk dolgraag zijn familie zien. Maar ja, Hiske heeft het wat je zegt. Even je rare laatste keer. Ja, Dylan, Maart. Maar Dylan heeft Kees ook niet gezien. Ja, joh, en Jordi heeft nog helemaal niet familie. Ik wil er even over nadenken. Het is niet direct, maar Jordi wil het ook. Ja, joh, en ik denk. Ja, laten we eerst eventjes allemaal even gewoon even goed nadenken. Of tenminste, of dat we nu eventjes met Jens ook even erbij zijn, wel natuurlijk handig. Hoe lang hebben we? Een uur? Een uur. Ja. Dat we eventjes zeggen van oké, wie wil. Ik denk dat het iedereen zijn familie ook echt wil zien eigenlijk. Nou, weet je het ding is, joh. Ja. Ik heb mijn familie in die 16 maanden tijd ik hier zit 3 keer gezien. Maar ik weet donders goed dat ze van me houden, dat ze het hier hebben gezien. En ik heb er wel over en over gedaan gedacht dat jij je familie hier moet zien. Ik heb het al vaker met je over gehad. Ik gun het je van harte. Kijk wat je om hier helemaal neerzet. Ja, oké, maar we hoeven nu geen pleidooi te gaan houden. Nee, maar ik mag wel gezegd dat we hoeven daar niet te pleidooien. Mijn stem staat vast. Die gaat dan is mijn familie bezoek niet. Nee, ik ook niet. Die wil wel heel graag nog. Jordi, Dylan. Ja, ik zie ze wel af. Ja, ik hoef ze niet te zien. Ik ga pleiten voor mijn bezoek, maar ik wil jullie wel zien. Jongens, we hebben wel iedereen wil ze zien. We gaan er allemaal even over nadenken. De mensen die zometeen willen pitchen. Maar als we een uur hebben, moeten we wel over een half uur. Of zullen we over 20 minuten doen gewoon? Ja. Iemand over 20 minuten aan de bel trekken en dan komen we bij elkaar en dan. Ik trek wel aan de bel. En voel je niet bezwaard om, hè, als je ook graag je familie wil zien, dan is dat ook je kans. Ja, voel je niet bezwaard om alsnog te pitchen. Ik hoef niet. Want ik merk wel een beetje van, joh, we gunnen het Jordi ook allemaal, maar er zijn ook andere mensen die het ook gewoon, ja, dat vinden. Dus. Maar is het niet, zeg maar, Jordi, stel, wie zou jij uitnodigen? Zou jij 5 mensen uitnodigen? Ja, mag voor mij echt alleen je achterban. Ja, je kan niet. Ja, en dat wou ik dus eigenlijk net gaan zeggen, want ik bedoel, dan kun je dat erop aanpassen. Het is echt één familie, dus één iemand krijgt zijn eigen mensen te zien en dat is het. Denk even over na, of 20 minuten gaan we het wel rammelen. Ik ben er allemaal. En dan, ja. Ik hoef niet. Ik hoef niet. Voor mij, ik natuurlijk ook dolgraag. Ja, ik ook. Maar ja. Ja. Ik ga eventjes relativeren. Oh, die blauwe was spannend geweest. Dat is heel vrijstelling. Dat was heel spannend. Ja, er zit één vrijstelling in voor 1 nominatieronde. Dus als Sky High Helicopter. God, gewoon godverdorie voor vrijstelling gekozen. Nou, lekker. Wat denk je? Ja? Exact hetzelfde dat in de andere kist kunnen zitten. Just saying. Wat zou er in die grijze hebben gezeten? Niet alles wat op een stuk papier staat hoeft ook per se waar te zijn. Wat zou er in die grijs hebben gezeten? Hetzelfde. Mm. Overal had hetzelfde ingezeten. Waarom zou je verschillende uitkomsten daaraan koppelen? Ja. Als de enige die daar verder baat bij heeft om zekerheid te hebben wat de uitkomst is van wat er in de kist zit,